historische stadje Gennep was omstreeks 1900 een echt spoorstadje. Station Gennep was een van de grootste grensstations van Nederland. Tevens waren hier het hoofdkantoor en de centrale werkplaats gevestigd van de particuliere NBDS, de Noord-Brabants-Duitse spoorwegmaatschappij. Het Duits lijntje, zoals het genoemd werd, was een onderdeel van de koortsverbinding Londen-Berlijn-Sint-Petersburg. Daarom werd het Duitse lijntje vaak gebruikt door tsaren, keizers en koningen. Veel in het huidige Gennep herinnert nog aan dit spoorstadverleden. De tsaren- en keizerroute volgt dit romantische treinspoor uit het stoomtijdperk. Het treinspoor ging na het verlaten van station Gennep dwars door de heuvels van de Maasduinen heen. U ziet daar fraaie vennetjes en heidevelden. Na het oversteken van het bruggetje over de Kendel komt hij in het Duitse Niederrhein. In Hassem resteren van het voormalige grensstation nog de Güterabfertigung en de voormalige douanewoningen. De volgende halte was station Asperden, tegenwoordig in gebruik als woonhuis. In Goch aangekomen kunt u genieten van fraaie historische gebouwen. Aan de straatnaamborden herkent u de historische verwantschap met het nabije Nederland. Bij restaurant Jan aan de Veer steekt u met een voetveer de Niers over. Tenminste, als u met z'n tweeën bent. Iets verderop komt u op de plaats waar vroeger halteplaats Kalbeck lag. Nu staat er een gedenkteken ter herinnering aan het Duits lijntje. U ziet hier afgebeeld een hoge snelheidstrein uit die jaren, de Blauwe Brabander, samen met station Goch. Via de oude spoorbrug gaat de route verder op de linker Niersoever. De Niersraad und Wanderweg leidt u verder terug richting Gennep. Het oude klooster Graventaal kunt u bezoeken. Het heeft een lange en bewogen historie en stamt uit de 13e eeuw. De route langs de Niers wordt gekenmerkt door een rijk en afwisselend natuurschoon. Dit wordt extra geaccentueerd doordat de Niers langs de steile helling van de Stuwal stroomt. Bij Kessel verlaat de route tijdelijk de Niersoevers. Als u het bruggetje over de Kendel gepasseerd bent, begeleidt de meanderende Niers u weer tot aan het einde van de route, de Martinustoren in Gennep.